Goedemorgen, lieve dames en heren, jongens en meiden. En welkom bij deze nieuwe video. Welkom allemaal. Ik ben deze ochtend even bezig geweest om mijn vlogs te bewerken. Dat kost namelijk heel veel tijd en heel veel energie. Nou, energie niet, maar het kost gewoon vooral heel veel tijd. Maar goed, ik ga nu even mijn ontbijt maken en daarna ga ik naar mijn opa. Dan moet ik om 12:30 terug zijn voor een meeting. En daarna ga ik naar de sportschool van Laura, gaan we sporten. En daarna gaan we floten. En daarna, dat is een hele planning. Daarna gaan we bij Laura de ouders eten. Dus super veel zin in deze leuke dag. Morgen moet ik naar Heerenveen voor een wedstrijd. En zondag een lekker dagje vrij. Dus goed weekend. Ik ga even lekker ontbijt maken. En ik ga even een crackertje pakken met kipfilet en tomaat. Want dat is echt top. En dan moet ik over een kwartiertje weer gaan aanrijden naar mijn opa. Ook gezellig om mijn opa weer even te zien. Even lekker wat kipfilet erop. Ik zal daar even laten zien hoe het er allemaal uitziet. Dan doe je gewoon 2 plakjes kipfilet per cracker. En dan een tomaatje erbovenop snijden. Vroeger lust ik nooit tomaat, maar tegenwoordig vind ik het echt super lekker. Ik denk dat je misschien ook wel dingen moet leren eten of zo, ik weet het niet. Maar goed, dat is dus echt heel lekker. Met kaas is het eigenlijk nog lekkerder. Maar dat is wel weer iets vetter. Ik moet vanmiddag gemeten en gewogen worden. Ik weet niet of ik dat net al verteld had, maar daar heb ik nu al minder zin in. Aan calorieën heb je dan 236. Dat is prima voor een bijt. En dan zout en peper op. En dan ben je helemaal klaar. Ik kon nooit tegen pittig eten, maar sinds ik dus corona heb gehad, kan ik echt zo pittig eten als ik wil en dan merk ik niks van. Kijk, en dit is dan mijn ontbijtje. Echt heel lekker. Wat een weertje is het toch weer. Ik kan niet wachten op de zomer. Het is ook de eerste keer dat ik mijn auto meteen kan vinden in de parkeergarage, want normaal moet ik altijd zoeken. En dan weet ik nooit waar hij staat, maar ik heb hem gewoon meteen gevonden. Zo, ik ben nu bij opa. Ik ga even gezellig koffie drinken. Ja, opa. Je was net aan het kijken waar ik was, zeker? Ik wou net kijken waar jij was. Ja, handig hè, dan zoek vrienden. Handig, dan zoek vrienden. Ben ik op tijd, hè? Je bent op de tijd, ja. Want als ik een paar minuten te laat ben, dan drink jij de koffie zelf op. 10:30 moet ik stipt hier zijn. Voor de koffie? Ja. Want als ik om 10:50 ben, dan heb je al koffie gehad. Ik had al gewacht hoor. Oh. Toch wel. Kijk, opa is lekker koffie aan het zetten voor mij. Wat dacht jij? Ik ga nog een keer naar opa. Ja, dat dacht ik, ja. Kijk op jouw brief. Nou. Kijk, lekker eitje, broodje. Lekker. Het sporten zit erop. Nu gaan we naar het floten. Ja, ik heb nu zoveel gegeten. Een beetje eten. Meenemen. We gaan niet floten. Ik kan een goede meting. Met afval 700 gram minder. We zijn nu morgen in storm. En we gaan naar het floten nog een keer. Ja, jij zegt dat het voor de. Ja. We zijn in Moergestel. En we gaan lekker floten. Mijn eerste keer. Hun allebei niet. Die zijn al vaker gegaan. Maar ik mijn eerste keer. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, we hebben dus net gefloat en het zijn 2 van die cabines. Kan ook alleen, maar Laura en ik zaten samen in de cabine. Zo zien die eruit en dan kun je hier gewoon in liggen, zeg maar. Je kan hem ook dicht doen. Ik ga lampjes gaan aan en die dus ook. Ik lag daarin, Laura lag hier. Laura die had het al vaker gedaan, dus die wist al een beetje hoe en wat. Ik niet, de eerste keer. Schijnbaar staat 1 uur float, dus gevuld met magnesium in het bad. En als je er 1 uur in ligt, dan staat gelijk aan 5 uur slaap. Ook super goed voor je spieren en zo, magnesium natuurlijk. Dus ik was ook even in slaap gevallen. Dat was erg fijn. Toen werd ik wakker, toen was ik helemaal dacht van, ben ik? Dus het was wel fijn, alleen het is gewoon echt heel warm in deze kamer nu. We hebben even gedoucht. Laura staat op de gang, er is hier geen spiegel. Er hangt geen zeep bij het wc. Bij het kraantje. Ook geen spiegel. Dus dat vind ik persoonlijk minder. Maar goed, het floten zelf is me wel bevallen op zich. Laura is deze cabines ook niet gewend, die heeft altijd van die andere cabines. Van die, volgens mij rechtop. Die zijn wel groter. Zij vindt die wel fijner. Dus als we nog een keer gaan doen, dan moeten we even kijken waar we naartoe gaan. We hebben al even de feedback besproken. Ja. We hadden een paar puntjes. Ja. 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 Ja.
Ja, we kregen eerst de Bluetooth al niet aan. Maar die van Laura was warmer dan die van mij. Ja, ik vond het wel... Maar in ieder geval, ik vond mijn was kouder. Dus ik ging even op het laatste bij Laura erin. Die was veel warmer. Hey, er zit een mot binnen. Was die veel warmer? Die was veel warmer. Een mot bij jouw raam. Oh, daar, ja. Dus dat, ik vond de muziek het idee vond ik ook erg jammer. Waar is die nou? Ja, ze zei bij mij zou ze muziek aandoen, maar ik hoorde bijna niks. Nou, of het was de muziek helemaal uit, of je moest hem zelf met Bluetooth aandoen, maar ik kon dus niet verbinden. Oh, tegen mij zei ze, wil je muziek aan of niet? En zei ze, dan laat ik de muziek aan. Oh. En toen dacht ik met die oordoppen, ik hoorde wel iets waar ik... Ja, dan hoor je niet veel. Precies hetzelfde. Ja. Continu. En wij hadden dus ook, vond ik heel jammer, geen spiegel op de kamer, geen zeep bij de wc. Nee, er was geen zeep, er was geen spiegel. Er hing wel een haakje. Ja, maar geen zeep op de wc. Dat vind ik ook vies. Ja. En ja, die andere had allemaal conditioner en shampoo. Ja, en... Die andere was, ja, dan betaal ik liever 10 euro mee en dan zit ik gewoon ook in. Want ik had ook het idee toen ik in mijn ding ging van hij is niet schoon. Nee? Oh. Nee. Nou, dan weet je dat ook niet voor de volgende keer. Vond het in ieder geval wel een leuke ervaring om te doen. En ik viel ook in slaap al vrij snel. Ja? Maar ik heb niet altijd geslapen, want toen werd ik wakker. Dacht ik, oh, het zat 4:50. Ik heb niet geslapen. Hadden hem meteen al dicht gedaan. Ja. Ja, want anders... Ja, sowieso dicht. Toen deed ik hem open en toen vond ik het te koud ook, ja. Maar mot, hè? We gaan even snel de hond ophalen thuis. En dan gaan we dus naar Laura's ouders om te eten. De hond mocht mee, dus... ja, super fijn. Dat vinden ze zelf ook echt heel leuk. We hebben Noah even opgehaald. En hier is ze. Ze zit te piepen, want ze wil eruit. Maar ze heeft geen idee waar we zijn. Doe nog eens. Zo lief. Oké, let's go. Kijk, we zitten hier gezellig bij Laura's ouders. Ze niet weggaan. Nee. De tafel is mooi gedekt. En we krijgen lekker eten. Ja, dat moet er afvallen. Ja, maar prima. Oh, sorry. Nee, oh, wauw. Oh, is het leuk? Hallo. Nou, waar ben je aan het helpen? Mentale ondersteuning. Onze keukenwachter. Heel goed van jou. Dat is leuk, Noah. Als je nog meer olijf wil, ik heb genoeg olijf. Ja, nee, maar ik denk dat het wel genoeg is, hoor. Het ziet er heel lekker uit. Ja. Oh. Heel lekker. Ja, nou, als je naar mensen willen horen, de verlangen en de niet. Wij zijn weer heerlijk thuis. Het was een hele gezellige avond. En een fijne dag eigenlijk. En dat was de voorveel van vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken in deze video. Heel erg bedankt. Laura vindt het heel fijn dat jullie kijken naar mijn video's elke dag. Dus. Wij gaan jullie morgen weer zien bij een nieuwe video. Morgen ga ik dus naar Heerenveen naar een wedstrijd. Echt heel de dag, want het duurt echt super lang. Zit ik 5 uur in de auto voor 1 wedstrijd in Heerenveen. Kort. Deze dingen die gaan altijd haperen. Ja, in ieder geval 2:15. Hebben we wedstrijd. Ja, tot 3:45, dus ik ben ook echt pas laat thuis. Maar dat mag de pret niet drukken, want ik heb er heel veel zin in. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. En morgen weer een nieuwe video. Dus heel erg vriendelijk. Heel erg vriendelijk, erg bedankt. Oh ja, heel even iets anders. Want we hebben dus onze nieuwe... Dat heb ik nooit meer gezegd eigenlijk. We hebben dus onze nieuwe kussens binnengekregen. Een Cloud Pillow. No spons. En ik ben heel erg pietleuterig en wat voor kussens ik graag wil. Maar ik moet dus zeggen, ik slaap dus echt heel erg goed op deze kussen. Laura niet, die heeft gewoon lekker oude kussen nog gepakt. Dus die pakt haar nieuwe niet. En als je ziet, daar ligt mijn oude kussen en Laura's tweede kussen. Laura gebruikt nu haar oude kussen gewoon als kussen en die Cloud Pillow als tweede kussen. Maar ik moet zeggen, ik vind hem echt heel erg fijn. En dat had ik niet verwacht. Omdat ik gewoon heel erg pietleuterig ben. En zeikerig met kussens. Maar ik vind hem heel fijn. Nou ja, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar de video. En morgen bij een nieuwe video. Dus we zien jullie morgen. Later.